Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op CVD-TV. En als je luistert naar onze podcast, ook van harte welkom. Bunny J is de grootste contentproducent ter wereld. Het bedrijf achter bijvoorbeeld Peaky Blinders, Black Mirror, Masterchef. Maar ook achter titels als Big Brother, GTST, Op 1. In deze video gaan we kennis maken met dit enorme televisiebedrijf. Wil ik weten hoe dat allemaal werkt. We gaan een kijkje nemen in de toekomst van televisie wat mij betreft. En ik wil heel graag weten hoe je leiding geeft aan zo'n enorm bedrijf. Bij mij de Benelux CEO van Bunny J, Peter Lubbers. Peter, van harte welkom. Ja, ik las laatst het Broadcast Magazine, het vakblad van televisiemakers. En daar zat je inmiddels in de toplijstjes. Hè? Je bent nu een machtig man in televisieland geworden. Hoe voelt dat? Nou, ik denk dat die lijstjes moeten relativeren. Ik heb al vaker op zo'n lijstje gestaan. Ja. En ben er ook weer van afgedonderd. Dus laten we dat vooral relativeren. Maar nu er weer middenin. Sinds hoe lang ben je CEO? Ik ben nu een half jaar bezig. Laten we beginnen met het schetsen van het bedrijf. Want ik noemde de titels. Ik denk dat veel kijkers die kennen. Hè, de bekende Netflix-series, maar ook de grote tv-formats wel. Maar schets het bedrijf is van global naar Benelux. Nou, van de global is Bunny J is de grootste productiemaatschappij, wat je net al aangaf. Ja. Een half jaar geleden heeft Bunny J Animal Shine overgenomen, de Animal Shine Group. Ja. En daarmee is het zeg maar worldwide vertegenwoordigd in 22 landen, 122 productiemaatschappijen. Dat is groot. En dat is natuurlijk immens groot. Want het was een enorme, was het een fusie of een overname? Het was een overname. Bunny J heeft Animal Shine overgenomen. Dat waren toen zeg maar de twee grootste partijen. Ja, ja. Dus de twee, en dat mocht ook zeg maar. Ja, dat mocht allemaal, dus allemaal keurig onderzocht. Overname van 2 miljard las ik ergens in aandelen. Zoiets. Huge. Zoiets. Ja, dat gaat over heel veel geld uiteraard. Ja. Hoe die organisatie eruit ziet is dat het 7 productiemaatschappijen zijn. Ja. Eigenlijk een heel breed portfolio en dat gaat echt van talkshows. TVBV bijvoorbeeld, ja, die maakt de talkshows. Door een sportafdeling voor ESPN maken we heel veel sportprogramma's. Maar ook groot amusement, adventure, scripted met NL film. Dus het is echt een. We zijn heel breed vertegenwoordigd binnen eigenlijk alle genres en thematieken. Dus een palet aan labels die onder de groep vallen. Heel aanvullend. Ja. En wat ik altijd leuk vind bij Benelux is, er zit waarschijnlijk niks in Luxemburg. Nee, dat is inderdaad, dat heb ik mijn kinderen ook al uitgelegd, we zitten niet in Luxemburg. Precies. Daar denk ik nog over na. Ja, want jullie hebben 1 label nu in België zitten. We hebben 1 groot label in België, dat is een Zodiac België. Dat is, die valt binnen de top 3 in België en die produceren scripted en non-scripted. Okay. Dus dramaseries, maar ook reality programma's. En dan de rest zit op dit moment in Nederland en die groeiambities. We hebben groeiambities, autonome groei hè, vanuit verschillende labels. Ja. Maar we kijken ook van, we zijn nog meer interessante partijen binnen de Benelux. Of kunnen we meer samenwerking aangaan? We praten ook met talent onscreen, maar ook creatieve talent. Om te kijken of we daar ondernemende plannen mee kunnen vervolmaken. Kijken we naar de kijkcijfers, er wordt meer televisie gekeken dan ooit. Nou, er wordt meer content gekeken dan dat ooit. Dat is het. Hè, op verschillende devices. Maar als je kijkt naar het kijkgedrag van mensen, dat is al alleen maar groeiende. Ja. Even voor de ondernemers die zitten te kijken. Hoe werken nou de businessmodellen van bedrijven als Bunny J? Waar verdienen jullie allemaal je geld mee? Nou, kijk, de belangrijkste prioriteit bij productiemaatschappijen zoals de onze is het ontwikkelen van IP. Van nieuwe concepten. Waarmee je vooral probeert succesvol te zijn in het land waar je produceert. Ja. Maar bij voorkeur dingen ontwikkelen die ook internationaal kunnen reizen. Schoolvoorbeeld Big Brother natuurlijk. Big Brother is een fantastisch voorbeeld van. Ja. The Voice is daar een voorbeeld van. Nou goed, zo kunnen we nog wel even. Nederland is in die zin een behoorlijk succesvol land ook nog steeds wel. In tv-formats. In tv-formats, ja. En je verdient geld aan de productionele kant, zeg maar, daarvan. Zeker als je een internationale uitrol doet, natuurlijk is dat boeiend. Maar je verdient ook nog eens een keer aan het IP, aan de rechten. Precies, het gaat over rechten en het gaat over echt produceren. Mm. He, dat je productiebudget krijgt van betreffende zenders. Ja. En daar ook nog marges op maken. Als je kijkt naar jullie opdrachtgevers, hè? Dat speelveld is wel aan het veranderen, toch? Ja, dat is enorm aan het vergroten eigenlijk. Dus voor producenten is een hele interessante periode. Ja. We hebben natuurlijk de traditionele opdrachtgevers. En binnen de Benelux sta ik daar de VTM's, de SBS, de RTL, de NPO onder. De publieke, ja. Maar wat je heel erg ziet, en dat is echt een ontwikkeling van de afgelopen jaren. Dat is niet echt, vertel ik niet veel nieuws mee, maar dat zijn de streamers. De Videolands, de Netflix, de Amazons. Prime, die ook steeds meer lokaal gaan besteden.
grote internationale partijen. Ja, dat wordt echt een concurrerend veld. Hè? Ik merk het in mijn eigen gedrag heel toevallig. Ik was klaar met de serie en ik zocht een nieuwe. Ja. En dan ben ik 5 minuten aan het struinen op Netflix en dan vind ik niet wat ik vind. Dan ga ik naar Amazon. Terwijl een jaar geleden was nog Netflix was de alleenheerser. Of je gaat naar Videoland. Voor Nederlands. Disney Plus. Ja, weet je? Dus dat zijn er nu de 4 grote, denk ik, op dit moment. Dat zijn de grote. Kun je iets zeggen van de hoeveelheid... zeg maar klussen, even heel plat vertaald. Als jullie nu naar het totaalpakket kijken vanuit Benelux, hè? Mm-hmm. Hoeveel doen jullie dan voor de klassieke televisiezenders en hoeveel? Kun je dat eigenlijk? Dat weet ik niet heel paraat, maar even, vanuit de heup zeg ik iets van 70% voor binnen het bannetje in Nederland. Benelux. Ja. Doen we iets van 70% voor de traditionele partijen. Toch nog wel. En de rest voor de... Oké, maar het grafiekje van die 30% zal sterk stijgend zijn. Hè, als je het hebt over een ambitie voor de komende periode, dan is het echt dat wij ook nadrukkelijker zullen focussen, aanvullend zullen focussen op de streamers. Hoeveel mensen hebben het over inmiddels, Benelux? Benelux zitten op rond de 550 collega's. En daarbij sinds een half jaar ben jij daar de leider, tenminste de CEO. De leider. De CEO, ja. Hoe geef je dat vorm? Ten eerste neem je volgens mij jezelf mee in die rol. En je eigen persoonlijkheid en je eigen waarden, je eigen normen en... je achtergrond en je ervaring, vaardigheden. Ja. Wat zijn die? Schets daar eens wat dingetjes, pak daar eens wat dingetjes uit. Dat ik een redelijk ondernemend type ben. Ook wel verbindend, laagdrempelig. Ik vind het heel belangrijk dat je vanuit een soort van respectvolle manier met elkaar omgaat. Op een normale, respectvolle manier. En in de samenwerking ben ik heel erg van autonomie. Ik vind het heel belangrijk, vind ik voor mezelf belangrijk. Maar ook voor mijn collega's. Hè. Als je kijkt naar de MD's, maar ook de... mensen die voor onze labels werken, dat die behoorlijke mate aan vrijheid en ruimte hebben om hun eigen dingen te doen. Je hebt samengewerkt met John de Mol ook. Ja. Een heel ander, als ik dit zo hoor, een ander soort leider. Ja. Wat heb je van hem geleerd, hoe het wel of niet moet? Nou, kijk, ik heb zowel van hem geleerd hoe het moet als niet moet. Wat ik heel knap van hem vind, is dat hij zo gepassioneerd, zo met focus bezig is. Mm-hmm. En echt dan door roeien en ruiten gaat. En echt dingen voor elkaar krijgt die heel veel mensen niet voor elkaar krijgen. Mm. Dat vind ik heel knap. Wat ik ook wel bij hem zag, is dat het heel erg zijn manier is. Zijn richting moet zijn. En daar af en toe minder ruimte is voor discussie en gesprek. Mm-hmm. Terwijl je in een creatieve omgeving, vind ik juist, het beste en het hoogst haalbare bereikt. Op het moment dat iedereen zich vrij voelt om te zeggen wat hij vindt. Om fouten te maken, om domme dingen te zeggen. Mm-hmm. En dan wordt 1-1 wordt opeens 25 wat mij betreft. Banijay staat of valt met creativiteit. En met name creatief ondernemerschap. Dat is de kern. Dat is de kern. Het ontwikkelen van nieuwe concepten. Ja, dan heb je creativiteit nodig. Ja. En alle ballen daarop. Waar haal ik de creatieven hun ideeën vandaan? Nou, dat wisselt. Ten eerste denk ik dat wij met heel veel talentvolle creatieven werken binnen de organisatie. Ja. En samenwerking buiten de organisatie ook met creatieven. Dus dat is één, dat is een soort van mindset. En verder zorgen wij dat er een soort van kweekvijver is. Een soort van omgeving wordt gecreëerd waar mensen creatief kunnen zijn. Waarin er ruimte is, wel vanuit focus. Maar ik geloof wel dat creativiteit, je kunt wel met je poten op een bank gaan zitten. Het is geen autonaal. En het op je af laten komen. Maar ik denk dat je op creativiteit af moet. Je moet echt, dat moet je structureren en kanaliseren. Binnen een bepaalde bandbreedte. Ja, en binnen een commerciële context. En een context natuurlijk. Ja. En als je dat hebt gecreëerd, dat daar heel goed resultaat uit te halen valt. Wat voor creatief talent ben je met name naar op zoek nog? Goede conceptontwikkelaars, mensen die gevoel hebben voor deze tijd. Wat nu, thema's die nu van belang zijn. En dat kunnen kanaliseren naar concepten die op tv te zien zijn. Of je naar content kunt herleiden. Is er onderlinge competitie? Of komt de handel allemaal via de labels binnen? De labels zijn zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkelingen en hun sales. Okay. Dus die moeten zelf rennen. Okay. En die stimuleren wij er wel in. En die begeleiden we erin waar nodig. Maar die moeten hun eigen broek ophangen. Ja, en daar komt de business ook binnen, zeg maar. Daar komt de business binnen. Ja, ja. Die ontwikkelen, die kijken wat de kansen zijn in de markt. Die opereren vanuit hun eigen netwerk. En pitchen bij alle partijen die er zijn. Wat is de rol van content, laten we maar content noemen, want televisie is zo langzamerhand dekt de lading niet meer. Wat is de rol van content als we naar de komende jaren gaan kijken? De behoefte van de consument aan content is nog steeds groeiende. Mensen willen toch bevredigd worden in hun informatie, in hun amusement, in het
ontsnappen aan alle dag. Dus ik denk dat steeds blijft. Alleen de vormen waarin mensen gaan kijken, ja, dat zal zich blijven ontwikkelen. En dat zal ook heel erg met techniek samenhangen. Wat zie je daar gebeuren? Want we hebben nu, zeg maar even, ik noem het even de klassieke zenders. We hebben de video on demand, een stuk of 4, 5 dominante partijen. Is dat speelveld voor de komende jaren het speelveld? Of gaan we dat nog? Dat denk ik wel een beetje, eerlijk gezegd. Wat ik ook voor ontwikkeling wel zie, is dat merken steeds meer een eigen OTT-kanalen beginnen. Ja, via YouTube. Of, ja, en daar een soort van SVOD met subscribers gaan werken. Dus dat vind ik nog wel een ontwikkeling die aan het ontstaan is. En wat je zal zien is dat mensen steeds gedifferentieerder gaan kijken op allerlei verschillende manieren. En tegelijkertijd naar een live voetbalwedstrijd gaan kijken, op een laptop een quiz volgen en op een telefoon nog naar YouTube kijken. Ja. Dus dat zal steeds gefragmenteerder zijn en de social media kanalen. En steeds belangrijker worden met Met content en ook bewegend. Ja, precies. Ja. De TikToks van deze wereld. Zeker, en het is natuurlijk bizar wat daar allemaal gebeurt. Ja, zitten jullie er ook op? Doen jullie daar al veel mee? De TikTok? Ja? Nee. Die businessmodellen zijn nog wel ingewikkeld. Ja. Wat wij nu wel zijn begonnen is bijvoorbeeld een marketing label voor influencers. Wat je ziet bij Bunny J is dat wij heel veel programma's hebben, zoals Temptation, Big Brother, GTST, waar veel mensen aan meewerken die potentieel interessante influencers zijn. Ja. En die verder begeleiden en ontwikkelen in dat traject. Mijn god, wat een wereld. Ja. Ja, word je wel eens een beetje moe van die pretfabriek? Nou, we zijn niet alleen maar een pretfabriek. Nee, dat bedoel ik, maar van die pretkant. Een leeftijdsding, denk ik. Ik bedoel, mijn kids die vinden het allemaal geweldig, dat soort shit. Nou, maar ik kan er echt niet naar kijken. Nou ja, kijk, ik mijn probleem is dat ik veel te veel interessant vind. Ik ben echt een generalist. Dus als het gaat om kijkgedrag, ik kijk documentaires, nieuwsjournaal, sport. Maar ik vind het ook heerlijk om eens naar een guilty pleasure te kijken. Ja. Dus in die zin ben ik wel een behoorlijke contentconsument. En ja, dat zal ik ook moeten zijn als we... Ja, die pretfabriek gaat gewoon door. En die pretfabriek, wij zijn echt in die zin een gebalanceerde organisatie. Ja, want daar wil ik zo meteen... Dat was voor mij een van de redenen om dit ook te gaan doen. Oké, dus aan de ene kant die pretfabriek, maar aan de andere kant de serieuzere content, moet ik zo noemen? Zeker, de talkshows, de documentaires, de sport... En als we dan kijken, nog een paar dingen die ik nog wil weten. Eén, wat voor trends gaan we zien in die pretfabriek, noem ik het maar even. Wat voor trends gaan we op entertainment vlak zien de komende jaren? Wat zie je daar gebeuren? De trend die ik nu echt heel erg zie is de adventure reality. Hè? De hunteds van deze wereld. Ja, ja. Die doen het fantastisch. Zowel voor de oude doelgroep als voor de echte jongere doelgroep. Mm-hmm. We hebben 2, 3 weken geleden zijn we weer begonnen met een nieuwe serie Hunted. Ja, dat doet het echt heel indrukwekkend goed. Mm-hmm. En dat zie je eigenlijk wel in de breedte. Dus dat adventure, dat vind ik wel echt wel een trend. Ik vind het een beetje, ja, ik noem het hobby entertainment. Vind ik ook wel opvallend, hè, met de Lego Masters. Ja, Lego Masters en dat kleine tiny huis. Ja, de tiny house en de treintjes en het bakken, weet je. Dus dat blijft, dat is toch ook een heel interessant domein. En de gekke Chinese-achtige, lijpe dingen doen. Dat vind ik ook wel een heel interessant. De Koreaanse bedoel je? Ja. De Masked Singer-achtige. Ja, dat soort gekkigheid. Gekkigheid, het lachen, het raden, het meedoen, het vrolijke. Dat vind ik belangrijk. En de docu-series. Ja. Daar wordt behoorlijk geïnvesteerd. Of het nou in crime is of in sport. Daar zie ik ook heel veel kansen liggen. En tot slot, wat is jullie rol aan de serieuze kant, zeg maar, in een tijd waarin nieuws aan het veranderen is? Wat is nog waarheid? De manipulatie van het nieuws? Ja. Hoe zie jij daar jullie rol? Kijk, ten eerste vind ik het heel erg belangrijk dat wij de programma's, de journalistieke informatieve programma's die we maken, dat we dat echt op een journalistiek heel goede manier doen, gedegen. Ja. Ik vind dat we dat ook doen, dat we daar behoorlijk in slagen. Maar het thema waar jij nu op doelt, hè, het fake news-achtige. Ja. Alleen dat thema vind ik al heel interessant om programma's over te maken. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Vind ik al heel inspirerend om daar iets mee te doen. Dat is natuurlijk een punt van zorg. Ja, absoluut. Hoe kun je je nieuwsvoorziening nog beoordelen? Ja, wat is nog waar? Dat is best ingewikkeld. Ja, met deepfake-achtige technologieën, waarbij ik een ander gezicht op jou plaats nu. Ja. En jij bent gewoon iemand anders die je zit te kletsen. En dat is echt niet normaal wat er allemaal kan. Zeker. Dus daar hè, dat zijn allemaal thema's en onderwerpen waarvan ik denk, hey, die moeten we ook meenemen in onze ontwikkeling en programmering. En is er genoeg presentatietalent, meneer Lubbers? Heb je ambities? die voer ik hier elke dag uit. Dus ja, genoeg. Nieuw talent dient zich constant aan. Ja? Zeker wel. Ja. En daar praten we ook heel erg mee. En dat denk ik ook heel erg over na. Ik geloof ook wel dat het heel goed is als je het hebt over development. Om
ook met presentatoren samen te ontwikkelen. Van joh, waar ligt jouw interessegebied? Ja. Waar word je warm van? En daar heel erg op koersen kwam. Ja, zeker omdat personalities natuurlijk steeds dominanter worden in formats ook. Ja. Zeker. En ook bij documentaires personality steeds belangrijker. Leuk vak heb je. Vind ik ook. Ja, ik wens je... Meestal wel. Hè? Meestal wel. Ja. Ja, ik wens je heel veel succes daarmee. En dankjewel voor dit gesprek. En dankjewel voor het kijken naar 7DTV. En blijf vooral hangen, want over een paar seconden 2 nieuwe video's... waardoor je lekker verder kan kijken. Voor nu, dankjewel. Hoi.